Entering training area. Loading text class. Wat is de arbeid van een moment of koppel? Dat is hetzelfde. De arbeid U van een kracht was de integraal van die kracht F over de afgelegde weg DS, geïntegreerd over de weg die start bij S0 en eindigt bij S1. Nou, voor moment is het eigenlijk niet anders. U, arbeid U, is gewoon gelijk aan de integraal van het moment M over de hoek dθ, geïntegreerd van beginhoek θ0 tot eindhoek θ1. Dat is alles. En nou we toch bezig zijn, kunnen we gelijk ook de tijdsafgeleide hiervan opschrijven. Het vermogen P is gelijk aan het moment M maal hoeksnelheid dθ dt, ofwel omega. Nou, misschien toch eventjes kijken waar dat vandaan komt. Even beginnen met dit voorbeeld. Stel je hebt een balk die aan een scharnier hangt waarop de zwaartekracht werkt en die draait zo naar beneden. Nou, dan zou ik zeggen die verplaatsing ds gaan we vervangen door di, want alleen de verticale component van die verplaatsing draagt bij aan de arbeid u. Dus hier zou ik van maken, dat is de integraal van mg di vanaf i0 tot i1. Heb ik naar beneden als positief gedefinieerd. En dus hier zou ik nog niet het koppel voor gebruiken, dat is niet handig. Maar stel nou dat dat koppel niet door de zwaartekracht komt, maar door een of andere motor. En dat die kracht precies meedraait met de balk, zo, over deze cirkelbaan. Nou, dan is het makkelijker om te zeggen dat ds gelijk is aan afstand r maal hoekje dθ. En dan wordt die integraal fds dus de integraal van f motor maal r maal dθ, van θ0 tot θ1. En die f-motor maal r, dat is het moment m. En zo kom je dus aan die vergelijking voor arbeid van een moment. Oké, en wat gebeurt er dan als we niet een vast draaipunt hebben? He, zoals een satelliet met twee straalmotortjes die samen een koppel leveren. Wat is in dat geval dan het effect van translatie van die satelliet op de energie u die geleverd wordt door dat koppel m, ofwel f maal r? Dus wat ik bedoel, stel dat die satelliet niet alleen maar draait, maar ook zo'n snelheid v naar rechts heeft. Nou, bij die bovenste kracht zie je zo f en zo v naar rechts. En dan is dit de component van die snelheid in de richting van de kracht. En dan is het vermogen dus van die kracht, dat is dus p. En dat is gelijk aan min f, want kracht en snelheid zijn tegengesteld in richting. Maal, nou wat is dan die component? Dat hangt af van hoek phi. Die is v cosinus phi. Maar die andere kracht, die gaat zo naar rechtsboven. En de translatiesnelheid is hetzelfde. Dus hier is de component van die snelheid in dezelfde richting als f. En verder is het natuurlijk hetzelfde als hierboven. Maar alleen met een plusteken. Dus f v cosinus phi. Nou, en waar het natuurlijk om gaat hier, dat is dat de som van die twee gelijk is aan 0. Met andere woorden, het vermogen geleverd door een koppel bij lineaire bewegingen is 0. Dus de tijdsintegraal daarvan, ofwel de arbeid u, is ook 0. Aangezien voor elk punt geldt dat diens snelheid de optelsom is van de translatiesnelheid plus de relatieve snelheid door een rotatie. En we nu hebben gezien dat die translatiesnelheid geen vermogenscomponent voor het vermogen van momenten levert, blijft dus staan wat we hierboven al zeiden, dat het vermogen p van een moment alleen gelijk is aan dat moment zelf, m maal rotatiesnelheid omega. En dat de arbeid dus alleen gelijk is aan de integraal van m dθ over een hoekverdraaiing van θ0 tot θ1.